Hey, ik wil je even meenemen in, denk ik wel, de eerste grote getuigenis die God in mijn leven heeft gedaan, die voor mij zichtbaar was. En God heeft, wat ik laatst zag, ik heb meerdere getuigenissen met God meegemaakt, terwijl er eigenlijk wel God moet zijn, waardoor ik op meerdere keren in mijn leven door het oog van de spreekwoordelijke naald ben gekropen, dat niemand snapte dat ik eigenlijk levend uitgekomen was. He, en waar mensen zeggen, jij moet wel een engeltje op je schouder hebben. Maar wellicht dat God toen ook daar was om mij te redden. Omdat hij een bestemming had voor mijn leven. En toen ik net christen was, is er iets gebeurd. En voor mij was dat echt een mega grote doorbraak of getuigenis, of hoe je het ook kan noemen. Maar iets, zeg maar, wat zo groot was en haast niet tastbaar. Te bizar voor woorden eigenlijk, hoe het allemaal in elkaar past. He, en vroeger zei ik altijd, ja, dat is toeval, weet je wel, maar nu leer ik ook van, toeval is er niet, het valt je toe, God zorgt daarvoor. En ik zie ook dat het eigenlijk een heel netwerk is waarin God alle mensen aan elkaar koppelt. En mijn eerste getuige, de eerste keer dat ik daar getuige van werd, was toen ik een half jaar naar de gemeente ging. Maar ik was 2 maanden bekeerd tot christen. He? Ik heb er 8 jaar lang over gedaan. Dat iemand tegen mij zei dat Jezus van me houdt. En dat ik mijn leven gaf. En uiteindelijk toen ik half jaar naar de kerk ging. Wil ik eerst naar de kerk. Ik wil eerst onderzoeken. En dan pas mijn leven geven. Als ik nu weet wat ik weet wat ik weet. Dan had ik die 8 jaar niet gewacht. Had ik meteen ja gezegd. Had ik gezegd van kom maar. Datgene wat jij hebt, dat wil ik ook. Dat weet ik nu. En dan kan ik mensen een keer bemoedigen die nu op mijn pad komen. Die zeggen, hoe lang heb jij gewacht voordat jij uiteindelijk in de kerk kwam en je leven aan Jezus gaf? En dan zeg ik, ja, dat is ongeveer een half jaar geweest. Maar als ik weet wat ik weet dat ik weet, had ik meteen ja gezegd. En dat motiveert mensen om uiteindelijk ook die stap te nemen. Maar ik ga de namen van de mensen niet gebruiken uit respect en anonimiteit voor hun. Want het is uiteindelijk mijn YouTube kanaal. Ik zal misschien andere namen voor hun gebruiken, maar ik was 2 maanden was ik christen. Hè, mijn leven gegeven ik denk dat het ongeveer oktober 2018 was. Ik was ongeveer 2 maanden christen en ik kreeg een gedachte om naar een zelfhulpgroep te gaan. Een zelfhulpgroep zijn mensen die samenkomen, die een alcohol- of drugsverslaving hebben, die komen bij elkaar, zitten in een groep. En meestal praten die over een bepaald onderwerp en die motiveren elkaar om uiteindelijk clean voor dat leven te gaan. He? En ik ga nog steeds naar die groepen toe, want die verslaving is niet stil. He? Die praat nog steeds soms tegen mij, maar ik hoef er niet meer naar te luisteren. Ik kan hem wegsturen in Jezus' naam. He? Maar ik wil nog wel met de mensen samen zijn die dit herkennen. En uiteindelijk wil ik ook daar ook de boodschap nog uit kunnen dragen aan degene die hand nodig heeft, zoals ik die in het begin nodig had. En soms heb ik hem ook nog nodig. Maar het kan er ook zijn van andere mensen. Want andere mensen waren er ook voor mij toen ik daar in het begin kwam. He, en als iemand nieuw binnenkomt, he, dan is hij een nieuwkomer, zoals ze dat noemen. Dan komt hij als nieuw binnen. En dan weet hij eigenlijk heel vaak van niks. Maar uiteindelijk mogen wij dan, en dan noemen ze stap 1. Dan mag je ervaring delen over wat de machteloosheid in die persoon heeft. Bijvoorbeeld bij mij was. En wat mij erin heeft geholpen. En waar ik vandaag sta. Zodat je met die ervaring die je hebt, die ander wellicht kracht en hoop kan geven, dat hij beseft, hey, dat als het die persoon is gelukt, of die persoon is gelukt, en die persoon is gelukt, dan is er voor mij misschien ook wel hoop dat ik ook vrijkom van het duisternis naar het licht ga. Het is geen christelijk programma, hè, maar ik ben wel een christen in het programma. Het draagt altijd vrucht. En ik was 2 maanden, was ik christen, en ik kreeg op een donderdag ineens een gesprek met God. Wist ik op dat moment niet, besefte ik pas achteraf. En iets in mij kwam in mijn hoofd, ga vanavond naar de groep, donderdag mannengroep. Maar deze groep stond er in mijn beleving onbekend, dat mensen die soms 9 maanden vrij waren van alcohol en drugs, een beetje haantjesgedrag. Hey, ik ben goed bezig, kijk mijn schaal. Nou, ik hou daar niet van. Ik blijf liever nederig en kwetsbaar. Kan ik een valkuil zijn, maar ik blijf liever nederig en kwetsbaar. Ik ben ook al langere tijd clean, maar ik loop niet zo over de meeting van kijk maar eens gaan. Want dat wil ik helemaal niet. Maar ik had er dus moeite mee. En ik had er moeite mee, want in mijn beleving is dan het testosterongehalte heel hoog. En ik wil dat gewoon liever niet. Maar
Ik kwam weer in mijn hoofd, ga er vanavond heen. Maar ik zei nee, ik ga niet. En uiteindelijk ging ik niet. Zat ik op de bank s'avonds om 8 uur, kwam de gedachte in mijn hoofd, waarom ben je nou niet gegaan? Ik ben niet gegaan, testosterongehalte is heel hoog, haantjesgedrag, hou ik niet van, ben ik niet gegaan. 1 week ging er voorbij. De volgende donderdag kreeg ik in mijn hart, weer de gedachte, in mijn hart, ga naar de meeting vanavond. Oké, ik ga er naartoe. Maar ik heb er geen zin in. En ik zit daar, en ik zit eigenlijk al... Oké, laat maar gebeuren. Ik heb hier zo geen zin in. Maar oké, ik ga het wel gewoon aan. Weet je, en als achter mij gaat een deur open na 10 minuten. Dan komt iemand binnen die al vaker in die groep is geweest. Maar die heeft dus een nieuw iemand bij. He, ik noem hem even meneer X. Ik weet niet meer, ik wist toen ook niet meer dat hij heette, maar ik noem hem even meneer X. En gaat schuin voor mij zitten. En uiteindelijk mag ik de boodschap van... En mag ik de boodschap van herstel uitdragen naar hen. Dus de machteloosheid van verslaving in mijn leven. Maar die ervaring die ik daarin heb gehaald. Maar ook de ervaring en de kracht en de hoop uitdragen naar hen. Die daar misschien wel heel veel aan heeft. En uiteindelijk mag ik daarin de boodschap uitdragen. En ik deel die boodschap met hem uit. En ik zie dat hij wordt geraakt. Tranen in zijn ogen zie ik. Wow, en iets in mij wordt blij, weet je wel. En ik denk ineens, oh Heer, hier had u mij dus voor nodig. Dank u wel, Heer Vader, dat ik hier mocht zijn en dat u mij hier wilde plaatsen. Er ging 2 maanden voorbij. En ik dacht ineens aan van, hey, hoe zou ik met die persoon zijn? En ik kon die persoon niet helemaal meer voor de geest halen. Ik zie heel veel nieuwe mensen. En sommige mensen, ja, die blijven wel meteen hangen. Als je daar vaker mee hebt gepraat, maar deze heb ik maar een kort moment gezien. Dus het is niet blijven hangen. Maar ik dacht wel van, hey, hoe zou ik met hem zijn? Dat was op donderdag. Op zaterdag krijg ik een sms'je of een whatsappje van een christelijke broer uit onze gemeente. Hè, die ik ook ken. En hij zegt, mag ik jou eventjes bellen? Ik zeg, ja dat mag. En hij zegt tegen mij, hij zegt, luister, ik heb bij onze voorgangersvrouw en voorganger gebeld. Omdat ik een droom heb gehad. En ik heb daar met hun over gehad wat ik ermee moet doen. En ze zei, bel Koen maar op. En ik heb een droom gehad en ze zei, deel het met Koen. Ik heb een droom gehad over jou en mij, dat we samen in de binnenstad van Tilburg het evangelie gaan vertellen. Wow, ik dacht, ik ben 2 maanden christen, ik ga dat echt niet doen. Hè? Want zien mensen mij en hebben ze daar een mening over en die vinden daar van alles van. En wat moet ik dan allemaal wel niet doen en zo. Nee, daar zie ik niet te zitten. Maar toen zei ik tegen hem, ik zeg, luister, ik ga naar een herstelprogramma en daar leer ik dat als ik angsten heb, dan is de enigste weg als een dwars erin. Ik zeg, dus ik ga het aan, alleen ik wil wel onderwijs. Hij zei, dat is goed. Ik zeg, dan ga jij jouw ding onderwijs. En hij zei, wow, dit is te gek, Koen. Wow, dit is te gek, man. Hij zei, jij was bij mij in de eerste keer dat ik op een meeting was, was jij erbij. Jij deelde ervaring, kracht en hoop met mij. En toen denk ik, wow, en ik werd aangeraakt. En ik dacht, wow, Heer, ik hoop zo, Heer, dat ik hem nog ooit zie. En de week erna was jij in onze kerk. Ik dacht, yes, dank u, Heer. Ik dacht, is hij er? Wow, ik sta hier onder de kippenvel. Wow, wauw, wat bijzonder, ja. Wow, en... Ik zeg, oh wauw, ik ga iemand bellen. Dus ik bel iemand op die ik ken om te vragen aan hem. Hij heet Koen. Ik zeg, ik ga even Koen bellen. Ik heb Koen gebeld. Ik zeg, Koen, luister. Ik zeg, luid, dit is een voorgevallen. Een jongen heeft een droom gehad. Heeft mij gevraagd. Ik zeg dat ik onderwijs wil. Hij zei, heb je dit weekend iets te doen? Want er is in Zeeland, eind 2018 was dat in Zeeland, Last Reformation, Kickstart weekend. Heb je er tijd voor? Oh, ik ga vragen. Nou, ik met die persoon op de zaterdag kickstart weekend. Onderwijs. Bij 50 man in een gymzaal kregen we onderwijs van meneer Piet. Die dan die onderwijs allemaal gaf. Hij heet geen Piet, maar ik noem hem even Piet. En ik dacht, op een gegeven moment was het pauze. Ik ging met Piet in gesprek die het allemaal georganiseerd heeft. Geweldige man gods, die Piet. Ik dacht, wow. Hey, hang aan zijn lippen. En ik dacht ineens van, zo, ik zou zijn telefoonnummer wel willen hebben, joh. Maar ik dacht, ja, die jongen hartstikke druk en 50 man en groot, laat maar zitten. Dus uiteindelijk gaan we naar buiten met een stel die al vaker heeft geëvangeliseerd en bidden voor mensen. En wij gaan als 2 leken, gaan we met hen mee. En ik
In de gang roept die Piet naar mij. Hey Koen, Koen, God spreekt op mij dat jij mijn telefoonnummer wil. Klopt dat? Ja, dat klopt, maar ik dacht, ga het niet vragen. Wel vragen, ja, wel vragen. Ik schrijf het op. Hup, nummer uitgewisseld. En hij zei tegen mij, je moet zoeken naar Klaas uit Den Bosch. Klaas uit Den Bosch, die gaat jou even in de buurt van Den Bosch, die doet evangeliseren. Heet ook geen Klaas, maar ik noem even Klaas. En die gaat jou echt helpen. Hij zei, want die weet echt van jou, zeg maar, die kan jou echt helpen. Die is ook vurig van God, die gaat jou helpen. Zoek hem op. Ik zei, dat is goed. Ik heb met de straat op. Ik vond het echt heel spannend voor mensen te bidden en met een stel mee te gaan. Maar ik heb het gedaan. Ondanks de spanning heb ik het gedaan. En toen we terugkwamen, zagen we de vrouw van Piet. Die zei, hey, heb je al gehoord wat je... Zoek Klaas op in Den Bosch. Hij gaat jou helpen. Ik zeg, ja, dat heeft jouw man ook verteld. Ik zoek hem op. En... ik kom thuis, ik zoek op die website op, staan allemaal leden op van die Last Reformation. En ik vind Klaas. En ik neem contact op met Klaas. En ik bel Klaas. En Klaas zegt tegen mij, hey Koen. Hij zei, dit is echt groot vriend. Dit is echt groot jongen dit. Kijk, luister. Ik krijg een bericht van Piet dat ik contact met jou op moet nemen. Want jij bent heel vurig voor het woord van God en je wil heel graag leren om te evangeliseren. En je wil leren, je bent leergierig. Hij zei, maar weet jij hoe het komt dat jij in Zeeland was bij de Last Reformation? Ik zeg, ja dat weet ik. Ik heb Koen gebeld. Hij zei, door mij. Ik zat naast Koen toen jij zat te bellen en God sprak door mij heen dat ik jou naar de Last Reformation moest sturen. Halleluja! Wow! Man, dat is zo groot. Wow! Toen dacht ik van, dat kan geen toeval zijn. Er zijn te veel puzzelstukjes die allemaal op zijn plek vallen. En toen ik dit heb meegemaakt in het begin van mijn wandel, zag ik alle gebeurtenissen die God in mijn leven op mijn pad plaatst. Van glorie tot glorie tot glorie. Van zegen tot zegen tot zegen. Wauw. Wauw. Toen kon ik pas echt die liefde van God omarmen. En zien, ja, hij is echt. Hij is echt. Wauw. Ik ben zo dankbaar. Ook zo dankbaar dat ik dit met jou mag delen. En hij doet grote dingen met mij. Ik mag echt mooie dingen doen. Wauw. Maar alles ter eer en glorie... van hem. Want zonder hem ben ik niks. Ik ben dankbaar dat ik zijn instrument mag zijn. Ik ben dankbaar dat ik mag wandelen als lichtdrager, vredestichter en bemoediger. Om iets te veranderen in deze wereld waar God mij plaatst. Hey, dankjewel dat ik deze boodschap mag delen. Als je in contact wil komen met mij, kijk dan naar het e-mailadres onder in de beschrijving en neem contact met me op. Ik zal altijd reageren. Als je abonneert op mijn kanaal, krijg je een melding van alle nieuwe filmpjes. En laat even een reactie achter wat het met je gedaan heeft. Ik wens je Gods rijke zegen toe. En bedankt voor het kijken.